liedje van het GES Journaal. We zijn vandaag in het land waar Florence de Wijze weer een mooie dag heeft. Goedendag, eenvoudige boerin. Meneer! Meneer! Ik ben altijd deze bezem. Hortens. Whatever. Deze kant. Wat heb ik nu? Neem het. Dat is iemand. Ik ben het allemaal. Neem het. Maar ach, eenvoudige boerin. Ik gun u een stuk land. Omdat de pest u heeft aangerand. Oh, dank u wel, meneer. Dank u wel. God zal u de hoge plek in de hemel geven. Dank u wel, meneer. Ja, zo goed, zo goed. Wat hoor ik nou? Floris de Vijfde heeft Engeland laten vallen voor Frankrijk. Ik, Floris de Vijfde, heb gekozen voor Frankrijk omdat dat stomme Engeland bevriend is met Vlaanderen. En als ik iemand niet mag, dan is het Vlaanderen. Vlaanderen en ik, die zijn vijand. En daarom laat ik nu Engeland vallen voor Frankrijk om zo beter te staan dan Vlaanderen. Afsturen, want ik moord. Want levend zal ik hem krijgen. Doe het haar, kom nu! Dat zou niet baten, want dan zou ik niet langer meer leven. Oh, wie? Floris, of heb je even voor mij gekozen? Een mens, dank je brood. Schone dame, blijf hier. Nee, slaan met de bliksem. Oh, mijn vrouw, wat doet u zo voor verdriet? Volgens de vijfde heeft mijn eer genomen. Wat hij je eer heeft genomen, is uw zoete lief vergeven. Gisteren was hij mijn eer en nu ik de zijne. Dat zal hem kosten zijn leven. Wie kom jij? Nee. Waar is de lichte? Maar. Ik zal het goed te maken. Thank you.
keer gaan we verder met de vikingen. Die op het punt staan ons wel binnen te vallen. Ria, rennen, kom op. Dit was weer een aflevering van het GES. Is je zoete lief gegeven. Vergeven. En verder weet ik het niet. Onze heer Floris de Vijfde heeft zijn leven moeten geven voor de zonde die hij heeft begaan. Onze bovenzonde. Oh shit! Geert van Helden, wordt de schuld van deze moord. Zie hier de schuldige. Berecht hem! Mondi. Jongens, jullie knippen het hele stuk er maar uit. Ik weet niet wat jullie doen. Oké, nee. Doe gewoon actie. Ga. Nee. Ik, Floris de Vijfde, heb gekozen voor Frankrijk. Omdat Engeland vriend is met Vlaanderen. Dit was weer een tragisch onderwerp van het GES-journaal. Volgende keer gaan we verder met de viking die op het punt staan ons binnen te vallen. Oké. Max!